grootste kostenposten? Mijn vakantiegeld komt eraan. Kijken of ik daar wat van over kan houden. Steve Boots was onder de indruk van het filmpje bij NH Niels over zwerfvuilprikker Toon van Wijnen. Dat de afgekeurde vuilnisman niet meer als vrijwilliger afval zou kunnen verzamelen doordat zijn auto op instorten staat, dat gaat er bij Steve niet in. En dus begon hij een digitale inzamelingsactie. Maar ook telefonisch weten mensen hem te vinden. Nou, dat zou fantastisch zijn. Ja, heel bemoedigend telefoontje. Ik was gebeld door een importeur van elektrische autootjes. Soortgelijk als die Toon nu heeft. Ze willen een korting geven van 5000 euro. Nieuw kosten ze 15.000 euro. We zijn er nog niet, maar het is natuurlijk wel een ontzettend mooi begin en een goede kickstart dat we het alle andere geld ook nog met elkaar kunnen sprokken. Soortgelijk als die Toon nu heeft. Ze willen een korting geven van 5000 euro. Ik weet niet wat ik erop moet zeggen. Ik schiet hier een beetje vol van. En de laatste dagen zijn al zo bewogen voor Toon. Hij zit in een emotionele achtbaan. Echt ontroerd wat reacties ik binnenkrijg. De potentiële gullegever benadrukt dat het geld dat hij geeft in de elektrische en dus milieuvriendelijke nieuwe auto zit. Hij roept andere mensen en vooral de gemeente Velzen op de rest van het bedrag te doneren. Toon durft intussen nergens op te rekenen. Hij is al blij als zijn karretje een beetje is opgelapt. Ik hoop dat ik nog lekker mijn eigen gangetje kan gaan met vuil opruimen. Zonder dat ik moet, maar ik vind het gewoon heerlijk.